What's going on peeps? Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe YouTube video op mijn kanaal. Zoals jullie waarschijnlijk al aan de titel hebben gelezen, is dit mijn realistische morning routine. Nu weten jullie natuurlijk dat ik een aantal jaar geleden geslaagd ben, dus eigenlijk ga ik op dit moment niet meer naar school. Maar speciaal in het teken van back to school is dit mijn realistische morning routine als ik nog naar school zou gaan. Vergeet deze video niet alvast te liken en te abonneren hier beneden. Het is allemaal gratis en laten we maar meteen beginnen met deze video. Hi guys, good morning. Zoals ik in de intro heb verteld, staat deze video helemaal in het teken van back to school. Je ziet me nog niet, dus ik moest even wat licht naar binnen laten schijnen. De dag begon bij mij altijd om 7 uur 's ochtends. Sorry voor dit geluid trouwens. Ik heb er ook trauma's van, trust me. Ik heb een nieuwe telefoon gekocht bij Swappie met mega veel korting, omdat ik mijn oude telefoon die ik niet meer gebruik heb verkocht aan Swappie. Ik kreeg er nog best veel geld voor terug en ben er super blij mee. Jij kunt nu de aankomende periode extra cashback krijgen als je je oude telefoon aan Swappie verkoopt. Met de code die nu in beeld staat krijg je 15 euro extra cashback. Dat is mooi meegenomen als je je klaarmaakt om weer back to school te gaan. Naast het verkopen van iPhones kun je ze ook refurbished kopen. Het eerste wat ik doe is de batterijcapaciteit opzoeken. 92%. Heel netjes. Maar ik had ook niets anders verwacht, want voordat ze de iPhone verkopen gaat de telefoon eerst door een 52 stappen proces. En dat is nog niet alles, want je hebt ook nog eens 24 maanden garantie. Dat is 2 jaar. Na een half uur verdwaald te zijn geraakt in mijn telefoon is het tijd om te gaan douchen. Ik begin altijd eerst met het reinigen van mijn huid. Vergeet je nek niet mee te nemen, want je wilt geen kippennek op latere leeftijd. Dit gebeurt trouwens ook dagelijks. Het tandenpoetsen neem ik heel serieus. Oh my god, dit ziet er echt niet uit. Mijn tong poets ik altijd. Ik hoop jij ook. Lippen pak ik ook gelijk aan, want we willen geen crusty lips, oké? We gaan nog 1 keer mijn gezicht reinigen, maar dan met deze face wash. En als laatste de douchegel. Uitgebreide douchesessie, maar het is nog steeds warm. En ik heb de hele nacht gezweet dus. Ik heb nog nooit in mijn leven mijn kleding een dag van tevoren klaargezet. Vaak ligt de kleding die ik wil aantrekken ook gewoon op de grond van de dag ervoor. Not aesthetic at all. Maar ja, mijn skincare routine neem ik dagelijks wel heel serieus. Mijn iPhone matcht met mijn bonnet. Love it. Even de puistjes op mijn neus uitknijpen, een beetje ruimte maken en vandaag gaan we voor de ik had haast look. Nog even over Swappie. Je kunt dus iPhones kopen, maar ook verkopen. Bij het verkopen geef je via de website aan wat voor iPhone het is en alle info ervan. Gaat heel makkelijk trouwens. En als je dan die vragen hebt beantwoord, kun je gelijk de schattingsprijs wat je voor je iPhone zou kunnen krijgen inzien. Ik heb mijn oude iPhone 8 verkocht aan Swappie en heb van dat geld weer een nieuwe iPhone bij ze gekocht. Mocht je dus nog ergens een iPhone hebben liggen die je niet gebruikt, verkoop die dan en vergeet mijn kortingscode niet te gebruiken. Wanneer ik mijn ik had haast look heb afgemaakt, spuit ik nog wat parfum en kan ik eindelijk beginnen met mijn haar. Ik heb er niet zoveel zin in vandaag, dus doe ik mijn haar in een staart, fix ik mijn edges een beetje en om extra tijd te winnen app ik mijn klasgenoot even tussendoor om wat door te geven. Ja. Nu kan ik rustig aandoen. Ik heb nu genoeg tijd om het bed op te maken, want als je dit doet, lijkt het alsof je kamer is opgeruimd. Wat niet zo is. Dus voordat ik naar beneden ga, maak ik mijn bed op en dit neem ik trouwens heel serieus. Check even hoe recht. Ik ben zo trots op mezelf. Nog even mijn tas inpakken met de benodigde dingen. Vaak wanneer ik al op school ben, besef ik me dat ik heel veel dingen ben vergeten. Dus wat dit betreft ben ik geen voorbeeld. Beter je tas inpakken een avond van tevoren, vooral als je iets moet inleveren ofzo. Ik weet niet hoe ik dit doe, maar ik had weer haast. Ik pak wat drinken uit de koelkast en mijn ontbijt haal ik wel op school. Ik heb nu tenminste een reden om een broodje carpaccio te halen, want ik moet toch eten. Ja. Ja, zeg gewoon dat ik de bus heb gemist. Ja, ik ben ongeveer over een half uur of zo. Ja, oké, thanks. Slippers aan, want het is ineens 50 graden in Nederland. En dan kan ik eindelijk de bus pakken. Normaal ben ik mijn OV in de ochtend kwijt, maar vandaag gelukkig niet. Wanneer je je iPhone verkoopt, vergeet mijn kortingscode niet te gebruiken of koop er een via de link in mijn bio. Joe!